En de tweede pauze is ook weer voorbij. En wij gaan opnieuw luisteren naar het Groot Kaaiendonks Carnaval Spektakelorkest onder leiding van Waldo van Wijk. En nou wil ik u vragen, geweldig gedaan. Wij gaan nu heel even één dingetje doen. En ik wil vragen, zometeen, als u kunt, als u niet kunt, niet. Als u kunt, gaat u staan. Wij maken ruim baan voor zijn ontzettend hoogheid, Prins Minus de 15e van Kaaiendonk. La 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 la, la 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 la, ja la la la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja yo lo, ja la 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 la, pa ja la la, ja la ja ja, ja la 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 yo. Pa ja ba da pa, ja la yo. Ja la 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 la
Ja, dames en heren, applaus voor zijn ontzettend hoogheid, prins Minos de 15e en zijn groot gevolg. Ontzettend hoogheid, wat een eer u hier te mogen ontvangen. En kijk eens wat hier bij elkaar zit. Hier zit gewoon een paar duizend jaar ervaring. En dat kunt u niet zeggen, want u bent pas nieuw. Maar dames en heren, we hebben een lookalike gehad. Maar in het echt is hij toch wel beter, hè? Ontzettend hoogheid, het woord is aan u. Meneer Ome, bedankt. Bedankt voor die mooie woorden. Blijf er even lekker bij staan, want misschien hebben wij u zo meteen nog wel even nodig. Dus blijf in de buurt. Wij gaan natuurlijk wel goed beginnen. Want meer dan duizend jaar ervaring. Kaaiendokse carnavalservaring. Die weten hoe dat werkt. En dat gaan we even met z'n allen doen. Smul naar innekes. Hatsiki! 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 Kijk eens aan. Nou voelen wij ons helemaal thuis. Dat is fijn. Dat is fijn. Waar is het mooi om hier te zijn? En als ik zo rondkijk. Om hier met allemaal mensen te zijn. Voor wie het misschien wat moeilijker is om carnaval in de stad of carnaval buiten of om nog naar de optocht te komen of het waar dan ook te vieren. En dan vieren wij het heel graag op deze manier met jullie. Of het nou komt omdat het net wat minder mobiel allemaal is, hè, willen wij carnaval heel graag bereikbaar maken. En dat is mooi, Jaap, want dat had jij ons stiekem verteld. Maar wij zagen het net, want wij waren in Slotjesvesten en er stond het gewoon op. En er werd gewoon de livestream volop bekeken. Dus ik weet niet waar die camera hangt. Maar laten we met z'n allen gewoon even zwaaien naar iedereen die we net ook al hebben gezien. Dank jullie wel voor net. Kijk eens aan, heel goed. Ze doen het gewoon terug, dat is mooi. Nee, zulke initiatieven zijn gewoon fantastisch. En volgens mij hebben wij heel veel gemist al. Dat klopt, hè? Kom er eens even bij dan. Kom er eens even vertellen wat wij allemaal gemist hebben al. Nou, jullie hebben in ieder geval gemist Frans, de Sauwelaar Siske, hebben jullie gemist. Jullie hebben gemist al die geweldige zangers en zangeressen van Oosterhout. Ja. En je hebt gemist een fantastisch, uit allemaal leden van Kaaiendonkse Kapellekes bestaande orkest onder leiding van Waldo. En er was er nog een plaatselijke B-artiest, maar daar kunnen we het beter niet over hebben. Betrouwbare bronnen hebben vernomen dat dat wel een beetje ster vanavond was, of niet? Nee? Ons Ricardo? Jawel, een beetje misschien. Dit was zo ordinair, ik wil daar niet mee. Nee. Want we hebben natuurlijk even een paar namen en we hebben zoveel mogen praten al vandaag met alle bezoekjes. Dat we wel even wat dingetjes hebben opgeschreven. Namelijk een grandioos applaus. In ieder geval voor Joop Henze als voorzitter. Met z'n allen. Dankjewel Joop. Dank. Echt waar. Dat is mooi. Wordt ontzettend gewaardeerd. We spreken je zo meteen nog wel even. Dus dat komt helemaal goed. Uiteraard ook voor de kapelmeester. Anton Meesters. Ja. Uiteraard. Voor het bij elkaar brengen van dit zoortje ongeregeld hier. Je maakt er iets fantastisch van. Ja, met z'n allen. Anton. Maar ook natuurlijk. Als we het dan hebben over bereikbaar maken. Ja, er is hier vandaag ook iemand niet. Ja, die heel hard ook heeft gewerkt. En wij gaan er eigenlijk vanuit dat hij thuis gewoon zit te kijken. Dus zullen we ons richten tot Ad. Ad Evers, tijdens corona heb jij de Blijf Binnen Bingo georganiseerd. En met dat geld onder andere wat allemaal is opgehaald, daar is mede dit allemaal mee mogelijk gemaakt. En dat vinden wij natuurlijk fantastisch. En daarom willen wij met z'n allen een heel hard applaus voor Ad Evers. Zit thuis. Ad, fantastisch. Dankjewel. We komen snel bij je langs. Sneller dan je denkt misschien wel. Maar dan hebben we het er nog wel even over. Ja, en dan... mannen van de Raad, kunnen jullie een stapje opzij doen? Want natuurlijk een ontzettend hard applaus
voor al deze artiesten uit verschillende kapellen, uit de harmonieën, weten wij veel waar ze allemaal vandaan komen. Dank, dank, duizendmaal dank dat jullie dit met z'n allen willen mee, of mee hebben mogen maken. En dat wij hier van jullie kunnen genieten. Dank jullie wel. Dan geef ik graag het woord aan onze Jaap. Ontzettend hoogheid, wat zijn wij vereerd dat u tijd heeft gevonden om hier nog te komen. Dank u daarvoor met uw hele grote gevolg. Het is zo dat u met uw klein gevolg hier blijft. En ik vraag het groot gevolg om zo vriendelijk zijn om de afterparty te gaan voorbereiden. Het groot gevolg verdwijnt. Want ja, als je nou je tong uitsteekt, vallen er 3 mensen uit de deur. Dus dat moeten we niet hebben. En we hebben nog een laatste medley die ons fantastische orkest gaat spelen. Dus ik zou zeggen, neem uw plek hier ergens in de zaal, Prins Minus. U mag zelf weten waar. Ik heb hier 2 plekken voor u gereserveerd. Maar u mag ook zeggen van, ik ga gewoon de zaal in. En het klein gevolg blijft binnen hier. En het groot gevolg af door de zijdeur. Ja. Dames en heren, geef ze applaus, hè. En wij gaan verder met een volgend duo. Een Kaaiendonks duo zonder weerga, want het is geweldig wat zij allemaal doen. Treden regelmatig ook op de Abrahamedag. En zij gaan nu voor u zingen Geef mij de liefde en de grijn en u mag meedoen. En de zang is van John Rovers en Jan Schones. En natuurlijk ook een applaus voor de dirigent Waldo van Wijk. Hoi. Hey. Goedemiddag. Hij is er klaar voor. Geef mij de liefde
Dank u wel. Ja, dit is met een baton. Dat is echt waar. Een klassieker gaan we doen. Ja. Een hele oude. Heel oude. Hele oude. En jullie kennen hem allemaal, dus meezingen Mark. En heel graag zelf. Je komt ze overal tegen. Dat moeten vrouwen weten, mannen houden veel van eten, ja. De liefde van de man gaat door de maag. Dus heb ik worstjes op mijn worstjes, fruitjes op mijn dijtjes, kouwenades en salades op mijn vil. Ja, worstjes op mijn worstjes, frietjes op mijn frietjes en op mijn oog.
Het koperen bruiloftsfeest, dat komt al gauw. Het gaat hem naar de vlezen, zijn buikje is gerezen. Ja, als hij me ziet, dan lust hij me wel al. Dus heb ik bosjes op mijn bosjes, rijtjes op mijn rijtjes, carbonades en salades op mijn bil. Ja, bosjes op mijn bosjes, rietjes op mijn rietjes, en op mijn hoofd een haartje uit de geel. Ja, bosjes op mijn bosjes, rijtjes op mijn rijtjes, carbonades en salades op mijn bil. Ja, bosjes op mijn bosjes, en bietjes op mijn bietjes, en op mijn hoofd een haartje uit de geel. Dames, luister ook een keer naar mij, en maak uw man nu ook een keertje blij. Koop appels, peren, spruiten en bind ze op je kuiten. Ja, uw man wordt als een beulen in de vlei. Dus heb ik bosjes op mijn bosjes, rijtjes op mijn dijtjes, carbonades en salades op mijn wil. Ja, bosjes op mijn bosjes, en bietjes op mijn bietjes, en op mijn hoofd een haartje uit de wil. Want ik heb bosjes op mijn bosjes, maar wat doe ik nou met soep? Carnaval spektakel.
Wat een goed idee. Bij een groot orkest en iedereen zingt mee. Al die leuke kleurkes in een volle zaal. Carnavalspectakel voor ons allemaal. Hoe mooi is de wereld, de Zeterse hei. Dat is hier op aarde de hemel voor mij. Hoe mooi is de wereld, de Zeterse hei. Dat is hier op aarde de hemel voor op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stil en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, naar een donkere dal, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. Ik loop hier alleen in de stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, wat daar brand nog ligt. Ik mis hier de warde van een dorpscafé. Wat zijn oud mensen, een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabant dus hou. En ik loop hier alleen in het te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last.
dames en heren. En u begrijpt, hè. Als iedereen op het podium komt, dan is het afgelopen. Ja, dat is niet anders. Dames en heren, wij willen de Stichting Gildefeesten hartelijk bedanken. En Joop Hensen, luister even. Wat denkt u? Zullen we volgend jaar de zondag voor carnaval weer hier afspreken? Orkest, zullen we weer afspreken? Dirigent, spreken we weer af? Nou, dan is het geregeld tot volgend jaar. En ik dank, dames en heren, ik dank de zangers die er waren. Namelijk Hans Koning, Jan Bogers, Annette, Sophie en Martine. En natuurlijk John Rovers en Jan Schoones. Een applaus voor de zangers. En die maken dan even ruimte, ruim baan. Want ga staan en laat zien dat je trots bent, want jullie hebben het fantastisch gedaan. Het concert, het orkest. Het orkest, jawel. Onder de niet aflatende leiding van Waldo van Wijk, dames en heren. En na de rand, hè, hoefde nog niet naar huis, hoor. Nee. Want de foyer is open, daar staat Disco Nene en die zorgt voor een prettige afterparty. Wij maken nog een klein stukje muziek en zeggen dus tot volgend jaar! Ik heb